Hartelijk welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben Abgiet de Link en ik zit hier met jurist Jeroen Pols en biofarmaceut Willem Engel. We gaan het hebben over hun initiatief viruswaanzin.nl. Het verhaal van een alternatieve RIVM. En het belangrijkste deel van het gesprek zal gaan over hun kort geding tegen de staat, wat dient op 25 juni in Den Haag. En dat zullen we behandelen aan de hand van 20 stellingen. Hartelijk welkom, heren. Dankjewel. Viruswaanzin.nl. Ja. Kort, wat is het en wat is de bedoeling? Nou, het is een platform dat heel snel aan het uitgroeien is tot veel meer dan wat we in het begin voor ogen hadden. Wat we met z'n tweeën begonnen zijn, is een kort geding tegen de staat. Omdat we vanuit wetenschappelijk oogpunt en vanuit juridisch oogpunt erachter kwamen dat er geen onderbouwing is voor alle maatregelen. Ik zal het nog een keer herhalen. Er is geen onderbouwing voor alle maatregelen. Ja. Nou, in het voorgesprek praatte jij over het feit dat er eigenlijk heel veel wetenschappers zich rond jullie geschaard hebben. Klopt. En je noemde dat zelfs, we zijn bezig eigenlijk met de opbouw van een alternatief RIVM. Ik hoop dat het niet tot dat hoeft te komen, maar omdat we zoveel berichten, schrijnende berichten binnenkrijgen van patiënten, nabestaanden, ex-patiënten, en die willen we ook graag helpen. Dus we zijn wel begonnen met het initiatief wat Maurice de Hond heeft gelanceerd, is om bijvoorbeeld een pamflet uit te reiken naar gebieden waar ze geen technologie hebben, hoe ze dan die besmetting kunnen voorkomen. Ja. En het volgende pamflet zal gaan over hoe je jezelf gezond houdt. Want daar dat begrijp ik. Maar hoe ziet het beeld van een alternatief RIVM? Wie zit er daar zo in? Nou, kun je namen noemen? Hoe gaat zo'n proces? Ja, we kunnen die namen nog niet allemaal noemen. Nee. Want zoals je hebt gemerkt, wordt er in de mainstream media nogal aan shaming gedaan. Ja. En aan belachelijk maken. Mm-hmm. Dus ik denk dat veel van deze wetenschappers, die serieuze wetenschappers zijn, wel ook bezorgdheid hebben over hun carrière. Ja. En over hun omgeving. Want op dit moment zitten we eigenlijk in een rare situatie, dat als je een andere mening hebt, dat je afvalliger bent. Hè? Dat je eigenlijk de eenheid van Nederland ondermijnt. Mm-hmm. Daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens. En ik vind het ook een hele gevaarlijke instelling om zo te denken. Dat we allemaal één richting opdenken. Mm. Want als die richting dan fout blijkt, dan zijn we als lemmingen die zich van de rots werpen. Ja. Ander onderwerp. Je gaat een kort geding starten. Je hebt een prachtige, nogal uitgebreide dagvaarding daarvoor gemaakt. Dat vindt plaats op donderdag. Schets eens, hoe gaat dat in zijn werk? Ik bedoel, wat doe je dan eigenlijk als je een kort geding staat? Op die dag zelf? Of, ja. Na het kort geding zelf is eigenlijk wat je doet is je vraagt een voorlopige voorziening aan. Ja. Het is geen bodemprocedure. Het is echt wat de rechter doet, die beoordeelt eigenlijk wat de kans is van zo'n zaak in een bodemprocedure om daar gelijk te krijgen. Maar zij geeft eigenlijk een voorschot. Maar veel kortgedingen die worden ook niet gevolgd overigens, hoor. Door een bodemprocedure blijft het daarbij. Ja. Maar hij kan dus in zo'n kortgeding kan hij dus alle maatregelen beëindigen. En dat is waar wij op uit zijn. En daarbij proberen wij ook nog de wet die op dit moment niet meer is dan een ontwerp. Om die bij voorbaat buiten toepassing te laten verklaren. Ja. Dus dat is vrij ingewikkeld juridisch, omdat die wet bestaat nog niet. Dus je kan die wet ook nog niet buiten toepassing laten verklaren. Maar we zijn dan nog. Ik hoop dat rechter daar. En dat doe je namens Stichting Viruswaanzin.nl? Stichting is viruswaarheid. Ja, ja, precies. En je voert een procedure tegen de staat. Ja, dat is tegen de staat. En wie vertegenwoordigt in zo'n geval de staat? Dat is de landsadvocaat. Dat is normaal zijn dat advocaten van Pelsrijken. Die doen dit soort klusjes. Ja. En jij bent dan de vertegenwoordiger van viruswaarheid. En je roept een aantal deskundigen ook op, neem ik aan. Nee, er is in een kort geding is geen mogelijkheid om bewijs te leveren. Mm-hmm. Je kan wel een aantal deskundigen aanwezig hebben die dan eventueel wat vragen kunnen beantwoorden. Maar er is geen mogelijkheid om onder ede dus getuigen te worden. Ja. Die mogelijkheid is er niet. Die is er alleen bij een bodemprocedure? Ja. Ja. Ja, daar heb je dan aparte getuigen voor, moet je daarvoor organiseren. Ja, ja. Goed. En nou, laten we hopen dat het niet daarop uitloopt. Ja.
Nou ja, je hebt in ieder geval de winst mee, want steeds meer mensen realiseren zich dat het virus praktisch dan wel geheel weg is. Dus ja, de noodzaak lijkt te verdwijnen. Een kleine kanttekening bij maken. We weten niet of het weg is, maar het RIVM weigert daar onderzoek naar te doen. En dat vind ik een hele kwalijke zaak, want het is heel erg belangrijk dat we in kaart brengen wat er nu echt aan de hand is. Want het blijkt dat die PCR-tests bijvoorbeeld niet betrouwbaar zijn. Ja, maar er zijn meerdere rapporten goed, over. Goed, daar komen we zo over. Wij claimen niet dat het virus weg is. Nee, we hebben sterke vermoedens. Ja. Ik zou dat hele kort geding en jullie claims hebben we in 20 stellingen ongeveer neergezet. En die zou ik eigenlijk kort met jullie willen doornemen en dan jullie commentaar daarop. De eerste stelling, ik lees ze voor, ze komen ook in beeld voor het publiek. Dan weet het publiek waar het over gaat. De sterfte- en ziektecijfers tonen dat corona vergelijkbaar is met een stevig griepvirus. Nee. Dat is waar. Ja? Als je afgaat van de cijfers, dat ze ook betrouwbaar zijn. En dat is iets wat we dus nog niet kunnen aantonen, omdat er nog te weinig openheid over is. Maar stel dat de cijfers waar zijn, dan is deze stelling ook waar. En dat kunnen we puur dan baseren op de hoeveelheid besmettingen en de hoeveelheid sterfgevallen nu en in 2018 bij de griepepidemie die we toen hadden. Ja, maar daar wil ik dus een grote kanttekening bij plaatsen dat de cijfers zeer onbetrouwbaar blijken. Ja, maar de cijfers zijn onbetrouwbaar omdat er een hele ruime definitie van coronadoden, dus overlijdens aan corona. Ik heb toevallig nog even uitgedraaid. Dit zijn de International Guidelines for Certification and Classification of COVID-19 als doodsoorzaak. Ja. Nou ja, als je dit doorneemt, dan snap je wel waarom overal wereldwijd iedereen die overlijdt en positief getest wordt, een coronadode. De enige uitzondering zie ik hier. Hier staat dan iemand die met een motorongeluk om het leven komt en die positief getest wordt, is geen coronadode. Maar dat is eigenlijk de enige uitzondering. Dit is het WHO-document. Op het moment dat iemand kanker heeft of astma of weet ik wat daar overlijdt en toevallig positief getest wordt, dan is hij gestorven aan dus corona. Dus in Italië hebben ze 99,3% van de doden die daar geteld waren, zijn niet aan corona overleden. Dat is heeft de minister van Volksgezondheid in het Italiaanse parlement bevestigd. Dus daar bestaat ook wel een consensus over. Ja. Wat opvallend is dat dit document gewoon in het Nederlands is vertaald en door het RIVM naar alle GGD's en ziekenhuizen is gestuurd. Dus deze kopie die ligt waarschijnlijk bij alle lokale RIVM's, bij alle landen. Ja, ja. En daarmee is het niet per se verdacht. Ja. Maar het document zelf is verdacht. Van dit hebben we nog nooit gedaan, bij welke ziekte dan ook, dat er een sturing is naar de doodsoorzaak vastleggen. Ja, goed. Volgende stelling. De coronacrisismaatregelen veroorzaken hoge werkloosheid en overbodig hoge economische kosten. Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de situatie waar we nu in zitten is eigenlijk nooit eerder vertoond in de geschiedenis. Wat we eigenlijk zien is dat de beleidsmakers van alle landen bijna ter wereld een beleid vormen wat de gehele economie te gronde richt. Het veroorzaakt dat duizenden mensen onnodig overlijden. En dan hebben we het over het uitstellen van medische behandelingen die de afgelopen 3 maanden. Dat is echt ongelooflijk wat daar gebeurt. Ik denk als we later realiseren wat hier aan de hand is geweest, dat heel veel mensen zullen schrikken. Maar toevallig van de week nog een voorbeeld van iemand die had een aneurysma aan zijn hart, geloof ik. Ja. Die moest geopereerd worden, maar die operatie is geweigerd omdat IC was gereserveerd voor COVID-19 patiënten. Ja. Alleen de hele intensive care was leeg. Maar die man werd niet geopereerd, want de IC moest. Ja, ja, ja. Dus dit is natuurlijk een totale waanzin. Ja, maar misschien wil je nog iets zeggen over de economische kosten. Ja, nou, absoluut. Ja. Het CBS heeft die voorspelt dat er ruim 300.000 faillissementen komen in Nederland. Hè? Dus de hele middenstand wordt uitgeroeid. Ja. En ze verwachten ruim 1 miljoen extra werklozen. Plus natuurlijk dat we nu in een paar maanden tijd is er 92 miljard wordt er uitgegeven aan. We moeten de salaris op dit moment van het hele land betalen. We hebben op dit moment 6 miljoen uitkeringstrekkers. Ja. En dat is natuurlijk ongekend. Want dit is gewoon een kwart verhoging in 3 maanden tijd van de staatsschuld, waar onze kleinkinderen en achterkleinkinderen nog lang moeten gaan betalen. Ja. Dus nee, het is ongekend wat voor schade er veroorzaakt wordt. Ik denk dat je rustig kan stellen als we de 1,5 meter invoeren, dat de economie sterft. Ja, daar wil ik nog Er is geen economie. Ja, daar gaan we zo even over.
3. Ja, ik ga er een beetje door, want anders komen we niet binnen het uur klaar. De coronamaatregelen hebben de grondrechten opgeschort. En strafmaatregelen hebben de rechtsstaat onnodig en ernstig beschadigd. Ja, we zitten in een crisis van de rechtsstaat die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien hebben. Dit is ongekend welke vrijheden onze beleidsmakers zich permitteren in het inperken van grondrechten. Ja. Dan heb je het over het recht van demonstratie, het recht van vergadering, het recht van vereniging, het recht van vrijheid, beweging. Ja. Eigenlijk zijn alle grondrechten gewoon ingeperkt. En die zijn nu ingeperkt met noodmaatregelen, met noodverordeningen. Wat eigenlijk helemaal niet kan. Mm. Maar ja, daar komen we zo waarschijnlijk nog op. Dat wordt nu in een wet vastgelegd ook. Ja. Dus dat is de bedoeling. Stelling 5. De coronamaatregelen scheppen onnodig op psychologische angsttrauma's en doen schade aan de geestelijke gezondheid. Helaas is dit compleet waar. Ja? Ik werk met heel veel psychologen samen in mijn dansschool. Hm? En ik spreek ook psychologen uit de zorghuizen. En die maken zich echt enorme zorgen over wat er nu gebeurt. Hm? En dan heb ik het alleen over de mensen in de zorghuizen. Maar als je kijkt op straat, dat mensen bij je wegspringen. Een van onze mensen die werkt met jeugdpsychologie. Donderdag komt zij met een video hierover uit. Michaële Schippers zit ook bij ons, die is er ook veel mee bezig. Hmm. En het erge is, dit was al bekend. Dit is waarom social distancing overal wordt afgeraden. Dit is een paardenmiddel wat eigenlijk niet mag worden ingezet. En wat kortdurig moet worden ingezet. En dan heb je het over een week of 3 weken maximaal. Daarna wekt het een trauma op. En we zijn nu als maatschappij al getraumatiseerd. Ja, je zegt de 1,5 meter, dat is het symbool van de social. Is eigenlijk dit is vergelijkbaar met waterboarding, alleen dan op langere termijn. Ja, dat is een harde. Ja? Nou ja, je speelt de hele bevolking uit elkaar en tegen elkaar op. Vooral ook omdat beide zijn strafbaar. Als jij te dicht bij iemand komt, betekent dat diegene ook een boete kan krijgen. Dus eigenlijk, je zet mensen tegen elkaar op. En het is ook niet voor niks dat de WHO heeft vorig jaar een onderzoek gepubliceerd over de werkzaamheid en effectiviteit van dit soort middelen. En daar wordt eigenlijk social distancing, ethische bezwaren daaraan, die zijn zo zwaarwegend dat ze zeggen, eigenlijk moet je dat alleen maar in hele extreme gevallen inzetten. Waar mensen echt, waar de size door de bevolking gaat, daar kan je aan denken. Maar anders is het gewoon een no-go. Ja. Daar wil ik nog één ding over zeggen. Ja. Maurice de Hond komt vandaag met een blog uit, waarin voor eens en voor altijd alle wetenschappelijke onderbouwing, als die er al was, hè, want die werd geclaimd op basis van het artikel uit 1930 en het boek van 1950. Het grappige is, zoals wel vaker, worden onze theorieën bevestigd. Het is dus nu onomstotelijk bewezen. Het zijn aerosolbesmettingen. Grote druppels hebben waarschijnlijk nul effect. Contact is uitgesloten. En dat is al bevestigd op het CDC-website. Ja, dus daar komen we zo nog even op, die aerosolen. Aerosolen zijn de besmetting en niet de druppels. Er is geen onderbouwing, nul onderbouwing wetenschappelijk gezien, dat 1,5 meter iets aan besmetting voorkoming doet. Ja, oké. Okay. Nog 6 is, en dat sluit een beetje aan op wat jullie net al hebben gezegd, de coronamaatregelen hebben de gezondheid van de bevolking onnodig beschadigd. Dan denk ik ook een beetje aan die IC's waar andere mensen niet op. Hè? Nou, het staat inmiddels vast dat het aantal mensen wat overlijdt aan de gevolgen van de maatregelen, het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 in grote mate waarschijnlijk in een exponent gaat overstijgen. Ja. Dus In aansluiting erop, het RIVM, en daar heb jij natuurlijk al een aantal dingen even over gezegd, maar dat is misschien iets wat je nog verder zou kunnen uitwerken. Het RIVM baseert adviezen op verkeerd gebruikte PCR- en AB-testen. Ja. Je moet even uitleggen wat PCR- en AB-testen zijn. PCR is polymerase chain reaction en dat gebruik je om stukjes RNA te repliceren, waardoor je heel specifiek en heel gevoelig kan meten. Dus het is een hele mooie techniek als je dat wil aantonen, maar wat toon je daarmee aan? En wat we nu zien aan de rapporten die onder andere in Duitsland door onafhankelijke wetenschappelijke instituten zijn gedaan, is dat de specificiteit veel minder is dan gedacht, dat er veel kruisreactiviteit is en dat er waarschijnlijk ook een probleem is met, als je het virus ooit hebt gehad, dat er dan nog heel lang dat virus te meten is in je lichaam. Met de PCR-test is eigenlijk de test of ik het heb of niet. Dat is met dat ding. Dat noem je de PCR. Ja, en dat is dus
vals. Dat is dus onwaar. Je kan niet zeggen met een PCR-test of je het wel of niet hebt op dit moment. Ja. Er is iets wat corona gerelateerd is, wat detecteerbaar is in je lichaam. Ja. En meer dan dat kan je niet claimen. Dus op het moment dat wij dit als een klinische diagnose gaan gebruiken bij mensen die geen symptomen hebben en die als besmette gevallen gaan beschouwen, dan komen we in een heel erg raar juridisch vaarwater. Want we gaan nu mensen hun vrijheid beroven, omdat ze positief getest zijn. En dat zegt dus niks op zichzelf. Nee. En dit is een heel ernstig probleem. Ja. Want dan komen we weer bij die schrijnende gevallen uit. Er was overigens in aanvulling hierop, kwam iemand met een rapport naar mij die zei, de WHO zelf heeft verklaard dat op het moment dat je geen verschijnselen hebt, je nog niet besmettelijk kan zijn. Ja, ook dat wordt weer tegengesproken. En daarom heb ik ook al opgeroepen in het praatje dat gisteren online is gekomen, waar ik uitleg hoe de data kan gemanipuleerd worden. Dat bronnen zoals het RIVM en WHO toch met enige argwaan moeten worden bekeken. WHO zegt ene keer wel mondkapjes, dan niet mondkapjes. Mm. Op dezelfde dag, er zijn geen asymptomatische besmettingen, er zijn wel asymptomatische besmettingen. Nee. Zelfde dag of over een korte periode, wel aerosolen, geen aerosolen. Ja. Ik roep op tot de WHO van oké, we zitten nu niet in een crisissituatie qua virusbesmetting. Nee. WHO moet eerst eventjes een paar maanden saneren. Ja. En dan kunnen we misschien weer iets van aannemen. Op dit moment is het een stoorzender die we moeten negeren. Oké, even die AB-testen. Dat zijn die bloedtesten? Ja. Dat zijn die bloedtesten. Wat er eigenlijk met die antilichaamtesten wordt gedaan. Ja. Er wordt gekeken, of er wordt gezegd dat er wordt gekeken naar immuniteit in de bevolking. Ja. Wat er in werkelijkheid wordt bekeken is de effectiviteit van een vaccin. Daarvoor zijn die testen. Dus een hele Pinter-onderzoek gaat niet over immuniteit meten, gaat over de reactie op het vaccin in de bevolking meten. Ja. Want welk vaccin praat ik dan nu? Want er is nog geen vaccin. Een willekeurig vaccin, maar daarom zien we dus ook zo weinig. Wat we zien is 5% van de bevolking heeft antilichamen. Ja. Maar het immuunsysteem maakt die pas aan als je heel zwaar besmet bent. Nu zegt Pierre Capel, waar ik straks ook een interview mee heb, die zegt ja, en dat heb jij ook een aantal keer gezegd, de immuniteit is veel hoger dan die 5%. Veel hoger. Minimaal 60%, ja. En waarom is dat zo? Maar dit is bekend bij alle immunologen. En dit stukje over die antilichaamtesten, dit is ook bekend bij alle immunologen. Maar waarom is dat zo? Waarom is dat omdat je veel meer lagen van verdediging hebt. Die antilichamen, dat is een soort laatste redmiddel. Een heel zwaar redmiddel die je pas gaat aanmaken als al die andere stapjes niet hebben gewerkt. Ja. Dus je kan het bijna omdraaien. Als je wel in aanraking bent gekomen met het virus en je hebt geen antilichamen, dan heb je juist een sterk immuunsysteem. Ja. Want dan hebben de andere gedeeltes van het immuunsysteem dat virus opgeruimd. Er zijn dus een heleboel mensen eigenlijk die het nooit zullen krijgen, maar die geen antistoffen hebben. Nooit zullen krijgen, dan moeten we ook weer kijken naar... Of in principe niet zouden kunnen. In principe niet onder normale omstandigheden. Nee. Want we kennen ook de verhalen van artsen die de dag en nacht doorwerken en met heel veel virus worden besmet, dat die toch ziek worden. En dan zie je dat het echt gaat over een verhaal van hoeveel. Ja. Oké. Okay. Mag ik nog heel even een korte opmerking over die testen waar we het over hadden. In dat Duitse rapport, dat onderzoeksrapport, daar komt naar buiten ook dat meer dan als bij verkoudheidsvirussen geeft deze test in meer dan 7% van de gevallen ook een positieve uitkomst voor coronavirus. Dus als je een verkoudheid hebt, heb je hele grote kans dat je positief getest wordt en dus ten onrechte van je vrijheid beroofd wordt omdat je 2 weken thuis moet gaan zitten. En er zit er nog een heel groot verschil tussen de kwaliteit van de testen. De slechtste test had 50% foutmeldingen. Dat sluit een beetje aan met de volgende stelling. Er wordt met data gemanipuleerd. Ja. Kort gezegd heeft elk stukje van het systeem heeft een mogelijkheid om data te manipuleren. Mm-hmm. PCR hebben we het al over gehad. Dat er heel veel vals positieven in zitten, want... Dat je kan aantonen betekent niet dat je besmet bent. Mm-hmm. Een ander deel dat gewoon in het wiskundig model is verwerkt. Mm-hmm. Dus als je meer gaat testen, dat dan de RE, de effectieve R-waarde, omhoog gaat. Mm. En dat is natuurlijk onwenselijk. Want nu creëer je met die twee componenten al een tweede piek, een datapiek. Het gaat dus nog helemaal niet over ziekte is. Over de werkelijkheid, maar over de puur over de statistiek. Wat je op het scherm ziet. Ja. Dus er komt een tweede golf aan. Ja, dat denk ik ook. Als we met deze test door blijven gaan en we gaan iedereen testen, dan krijgen we een tweede golf. Nee. Op het scherm, niet in het echt. Nee. Daarbij is natuurlijk, we zien de laatste 10 dagen. Mm-hmm.
dat het aantal positief geteste gevallen, dat blijft qua percentage gelijk. Hè. Dat het gaat altijd rond de 2-3%. Ja. En er is 1,4. Maar dat is de foutmarge van de test. Dus als jij 10.000 mensen test, je krijgt altijd 2-3%. Ook als je geen, ook als er niks, niks meer is, heb je nog 2-3% aan de test. Het is ook niet logisch. Hè? Want als je die curve ook kijkt, hè, die curve die moet op een gegeven moment gewoon weer naar beneden. Hè? Blijft, ja. Maar dan zie je, die curve gaat naar beneden en dan blijft hij gewoon rechtdoor doorgaan. Nou, dat is de foutmarge van de tekst. Ja, oké, dat is interessant. Dat is interessant. Ja, je hebt het al een beetje gezegd. De coronamaatregelen hebben geen wetenschappelijke basis en dat is eigenlijk onacceptabel. Dat is niet eigenlijk, dat is onacceptabel. Gewoon een vaststelling. Ja. Er is geen wetenschappelijke basis voor. Er zijn grote fouten gemaakt, die proberen we nu aan het licht te brengen. En ik vind het heel vreemd dat daar niet meer medewerking voor is. Want stel nou dat we het wel juist hebben. Ja. Hoe ga je je dan voelen als je hebt verzet daartegen? Mm. En daarom roep ik ook iedereen op van, geloof ons niet, maar kijk naar de onderbouwing. Kijk naar de data. Ja. Even, je hebt het al even genoemd over die aerosols. Ja. Dat is door Maurice de Hond heel sterk op de agenda gezet. En ik vat het mijn stelling even samen. Niet deze gewone conversatie. Niet voorwerpen. Ja. Maar aerosols, dat zijn zwevende microdeeltjes. Die spelen de hoofdrol bij de verspreiding van het virus. Absoluut waar, die stelling. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Stelling 11 gaat over hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine is een werkzaam medicijn, mits tijdig toegediend bij voorkeur in combinatie met zink en vitamine. Ook waar. En dat is al aangetoond door effectiviteit. Maar misschien nog wel het belangrijkste argument. Waarom worden de artikelen vervalst met valse data in de Lancet geplaatst om hydroxychloroquine in een kwaad daglicht te stellen? Als het niet zou werken, dan zou het zichzelf toch al uitschakelen. Ja, dus welk belang is hiermee gemoeid om zoveel moeite te doen om de Lancet zijn reputatie compleet door het slijk te halen om zo'n stofje uit de markt artikel, te halen? Je moet even de er zijn drie artikelen. Er is een artikel, een medisch wetenschappelijk Britse tijdschrift van zeer hoge status heeft een artikel geplaatst tegen hydroxychloroquine, de werkzaamheid daarvan. En dat blijkt eigenlijk te rusten op data waar helemaal niets van klopt. Het is al teruggetrokken. De auteurs en de redacteur hebben een excuus aangeboden. Ook heeft de hoofdredacteur aangegeven in een interview dat de druk uit de farmaceutische industrie heel hoog is. Ja. Dus hier is meer aan de hand en ook daar zijn we aan het inspitten. Wat zijn de belangrijkste, Willem, wat zijn dan de belangrijkste voor jou positieve wetenschappelijke resultaten waarop je kan zeggen hydroxychloroquine is werkzaam? De belangrijkste resultaat is dat patiënten beter worden. Dat zijn belangrijke resultaten. Maar goed, welke onderzoeken van welke instituten? Het probleem is dus dat alsmaar die onderzoeken weer worden afgeschoten. Ja. En dan worden de andere onderzoeken geclaimd om dat dan aan te tonen. En dan kijk je naar het onderzoek en dan is daar een volledig verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Hm. Het experiment is niet goed opgezet. De data is vervalst, noem maar op. Nou. En dat is heel schadelijk, maar uiteindelijk komt de waarheid wel boven. Ja. Dus HCQ zal dadelijk gewoon weer bij de eerste lijns artsen, net zoals het in Frankrijk en Italië is. Ja. Omdat dat mogelijk moet zijn. Daarmee zeg ik niet dat het in alle gevallen zal werken. Namelijk, als je hartproblemen hebt en je slikt daar bepaalde medicatie voor, dan geeft het een interactie met HCQ. Dus natuurlijk moet je opletten, maar dat is juist waar die artsen voor op zijn geleid. En dan moeten we niet zo'n protocol volgen, maar die artsen zijn verantwoordelijkheid teruggeven. Ja, de indruk die ik in deze hele discussie als buitenstaander had, was dat met name het IU Mediterranee in Marseille, die 4000 patiënten heeft getest met HCQ, dat een belangrijke wetenschappelijke basis is waarop je kan zeggen, dit is een werkzaam middel. Absoluut. Maar zo zijn er nog een aantal onderzoeken. Dr. Zelenko in New York heeft ook wat gedaan. Ja. En nu blijkt, ik heb gisteren met Rob Elens hier uitgebreid over gesproken, dat Rob Elens is de huisarts in Limburg. De huisarts in Nijl die dit heeft toegepast en die is teruggefloten. En dat is onbegrijpelijk. Dus hij heeft het er niet bij gelaten. En nu dwingt hij een uitspraak van die artsenvakbond. Ja. Want ze hebben een negatief advies gegeven, maar ze hebben nog geen uitspraak daarover gedaan. Mm. In Leiden is er een onderzoeker nu bezig om aan te tonen dat, ook al is de dataset klein, dat het wel degelijk iets laat zien. Ja. En daar zijn de resultaten heel positief over. Want het blijkt dat je het toch als dubbelblind kan beschouwen. Ja. Goed. 12. Ander onderwerp. Het vrijzinnige Zweden voert een beleid van burgerlijke verantwoordelijkheid
En dat is democratischer en succesvoller dan het Nederlandse beleid. Ja. Dit is eigenlijk het beleid wat Zweden heeft gevoerd, is eigenlijk ook waar wij in Nederland mee begonnen zijn, hè, in maart. Ja. Dat was dus het verbieden alleen maar van hele grote evenementen en voor de rest adviezen aan het publiek. Zoals we dat ook vaker bij griepepidemieën doen. Ja. Je adviseert mensen niet bij zwakke mensen op bezoek te gaan als je symptomen hebt. Gewoon de normale adviezen, zonder dus de bevolking te tuchtigen met allemaal repressieve maatregelen en boetes en handhavers die woningen binnenrennen. Wat je in Zweden dus ziet, ze hebben dus de druk weerstaan, want er is een enorme druk uitgeoefend op Zweden. En ze hebben internationaal op bedoel. Internationaal, ja, nog steeds trouwens. Ja. En ze hebben gezegd, nee, wij gaan gewoon zo verder. En we hebben daar heel veel geluk mee, omdat we hebben nu vergelijkingsmateriaal. Wat gebeurt er nou als je geen lockdown doet? Nou, daar is Zweden een heel mooi voorbeeld van. Want de curve in Zweden is precies zo verlopen als die in andere landen is verlopen. En ook de mortaliteit, die zit flink onder de landen die de zwaarste lockdowns gehad hebben. Italië en Spanje. En daarbij wil ik nog opmerken, wat ook niemand kennelijk gezien heeft, is de gemiddelde leeftijd van de overledenen in Zweden is de hoogste ter wereld. We zitten op 86 jaar, is de gemiddelde leeftijd van de personen die met corona is overleden. Ja, maar dan kan je niet meer praten over door corona overleden. Dan moet je echt praten over met. Want ja. 86, dan ben je in het eindstadium van je leven. Dus je moet ergens aan doodgaan. En toevallig was dit het laatste zetje. Als je deze mensen aan influenza waren doodgegaan, dan had je daar ook niet gezegd. Nee, influenza. En dan komen we weer terug bij dat document dat er zo'n sturing is naar het claimen van coronadoden. Maar wil jij nog wat zeggen over Zweden aan je aanvulling? Nou, absoluut. Want er is wel de curve in die zin, de area in de curve is vergelijkbaar. De vorm is iets anders. Want wat ze daar wel effectief hebben gedaan, is mitigatie. Is dus afremming, waardoor je hem uitspreidt. Dus het, wat wij wilden doen om de IC's niet vol te krijgen, dat is hetgene dat zij wel hebben gedaan en dat ons niet is gelukt. Dus het op meerdere vlakken heeft Zweden gelijk gekregen. En ik snap de kritiek eigenlijk niet, behalve dan dat het een soort cognitieve dissonantie is, dat we niet willen toegeven dat we het fout hebben gedaan. Ja. Nou ja, het gaat verder. Die Tacknell, dat is die viroloog, staatsviroloog, zeg maar, de Zweedse Van Dissel. Ja, die was al een beetje verbijsterd. Hij zegt, het lijkt wel of de hele internationale wereld wil dat wij falen op de een of andere manier. En we hebben steeds golven gezien van berichten over Zweden, dat ze erop terug zouden komen, dat ze er spijt van hadden. Er klopt helemaal niets van. Wie naar de feiten kijkt, de Zweden staan helemaal daarachter. Hij heeft op een gegeven moment een persconferentie gegeven. Daarin zei hij, wij betreuren, we hadden achteraf een paar dingen anders gedaan. Dat is het enige wat er uitgepikt is. Wat ze anders hadden willen doen is dat ze meer bescherming hadden willen geven aan de oudere mensen en minder strenge regels voor de rest. Voor de jongeren. Dus eigenlijk meer onderscheid. Precies. Ja. En hoe is dat gebracht in de internationale pers? Nee, Zweden komt terug, ze hebben spijt, het loopt helemaal uit de hand. Ja. Kijk, wat ik mij in deze hele discussie ook heb afgevraagd, wij zijn natuurlijk niet zo heel anders dan Zweden. Wij hadden dit beleid ook kunnen voeren natuurlijk. We hadden dit beleid moeten voeren. Ja. Moeten voeren. Nou, dit is een grote fout gemaakt. En hoe eerder we dat toegeven, hoe sneller we weer terug kunnen naar het Nederland weer opbouwen. Want we zitten nu vast. Nou, we zaten op de lijn van Zweden. Dat was, zoals het begon, was helemaal prima. Eigenlijk hebben we precies dezelfde maatregelen genomen als Zweden. Alleen we hebben helemaal niet de resultaten afgewacht of dat het iets effect had. We zijn gewoon van de een op de andere dag, je weet het nog, die zondag, dat binnen een paar uur moest het hele land plat. Daar was op dat moment helemaal geen aanleiding voor. Nou, sterker nog, de cijfers wijzen echt wel uit dat die in één keer de zieken bij de gezonde mensen opsluiten, nog even een extra piekje heeft gegeven in de besmettingen. Dus niet in het aantal doden, maar wel een extra druk op de IC heeft gegeven. En mensen spreken me daarop aan van, ja, je kan je nog niet waarmaken. Nou ja, dat is precies wat die grafiek laat zien van het RIVM. Dus ik snap ook niet dat hier nog een discussie over is. Je ziet hem duidelijk weer afbuigen omhoog en dan weer naar beneden gaan. Maar stel nou het volgende geval. Je had al die repressieve maatregelen die in maart zijn aangekondigd niet genomen. Wat meneer Rutte dan heeft gezegd, dan krijgen we een zwaardere piek in Maar waar gebaseerd op de modellen, niet gebaseerd op de realiteit. Want de realiteit is wat er in Zweden is gebeurd. Maar wat is dan volgens jou in werkelijkheid gebeurd? Dan hadden we een grafiek gezien die vergelijkbaar is met Zweden.
En daar zit een iets scherpere piek in op de IC? Nee, minder scherp. Wij hebben de piek scherper gemaakt op de IC. We hebben een grotere druk op de IC gelegd door de lockdown. Ja, dat betekent ja, het is eigenlijk heel dat het een reactief effect heeft van wat je bedoelt. Dit is het drunk driving oversturen. Ja. En daarom, ik wil niet wijzen met vingers van, oh, je hebt het fout gedaan. Nee, er zijn fouten gemaakt. Daar wil ik constateren. Maar je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik heb zelf daar altijd... Wat ik opvallend vind, is dat Rutte nu ontkent dat hij een speech heeft gegeven over herd immunity. En dat is op zichzelf heel raar. Maar ja. Er zijn dus ook mensen die bezig zijn met hem strafrechtelijk te vervolgen. Omdat dat ze het zien als mijnheid. Omdat het zo onderbouwing is van beleid. En dan zie je de filmpjes naast elkaar staan. Zijn speech over herd immunity. En dan de speech, ik heb dat nooit gedaan. Ik vind dat hij daar heel erg mee moet uitkijken. Want we hebben echt een vertrouwen. Hij heeft We hebben het vertrouwen in de minister-president nodig om door deze crisis te komen. En hij heeft het nu eigenlijk al weggegooid. Maar hij... Door zo hard te liegen over iets wat je zelf hebt gezegd. Ja, hij heeft eigenlijk, maar met steun van onder andere van Dissel, gezegd, ja, groepsimmuniteit, wat in Zweden eigenlijk het uitgangspunt is, dat zouden dat we hier hij ook niet. Maar dat heeft hij teruggetrokken. Nee, maar waarvan hij, niet, zegt hij dat, ontkent het. En dat vind ik kwalijk hieraan. Dat geeft aan dat iemand niet leert van zijn fouten. Ja. Ja. Nog een laatste opmerking, want je hoort nu ook overal van, ja, stel je voor, als wij die maatregel niet hadden genomen, dan was hier een Armageddon geweest. Ja, ja. Maar dat blijkt dus nergens uit. Hè? Dat is dus monocausaal denken. Ja. Dat betekent dat dan verwissel je eigenlijk dus de causaliteit en de correlatie. Ja. En hetzelfde, ik zie een zwarte kat voor mij lopen. Ik vervolgens val ik met mijn fiets. Oh, dat komt dus doordat ik een zwarte kat heb gezien. Hè? Dus dat is niet wetenschappelijk. Hè? Dus het verband tussen de maatregelen en het uitblijven van een Armageddon, dat blijkt nergens uit. Ja. Even er zijn overigens ook heel veel artikelen over verschenen in Nature. En die zijn nu allemaal flagged in de zin van dat ze ter discussie staan. Heel veel wetenschappers hebben op gereageerd. Precies op deze punten. Van er is hier niks aangetoond. Er worden claims gemaakt. Er worden andere scenario's voorgesteld die niet onderbouwd zijn. En dat is heel kwalijk. Dit zijn ook artikelen in Nature en in Science. En daarmee staat de reputatie van deze bladen echt op het spel. Ja. Aansluiting, stelling 13. De mainstream media geven eenzijdige berichtgeving en verzwijgen alternatieven. Nou ja, ik denk dat geen discussie meer is. Dat is toegegeven. Ja, afgelopen week heeft de NOS-hoofdredacteur, was dat? Nee, van de Volkskrant. Ja. Die heeft in een interview letterlijk gezegd van, wij vinden het niet juist om andere berichtgevingen te doen die kritisch geluid laten horen ten opzichte van het beleid van de overheid. En ik vind dat bijna een soort overlijden. En de reden daarvoor was dat hij zei, het volk is bang en we moeten één zijn. Maar waar worden we worden juist bang gemaakt door die eenzijdige berichtgeving. Dus de rol die de pers heeft is juist die nuancering. Ja. En juist het kritisch geluid. Dus ik roep ook op tot een volgend evenement. We gaan eerst de viering van de vrijheid doen op de 21ste. En daarna gaan we ceremonieel de begrafenis van de vrije pers doen. Ja. Wat je ziet, die reactie van de pers is over de hele wereld eigenlijk hetzelfde. Hè? Ik heb in mijn dagvaring, als je die gelezen hebt, die heb je gelezen. Ja. Daar zit ook een stuk bij van de WHO, hoe om te gaan met de pers. Dus het is actief beleid. Daar is voorgeschreven dat misinformatie moet met counterinformatie agressief bestreden worden. Mm-hmm. Daar kan je je bij voorstellen als je een enorme ramp hebt, dat je geen berichten die rook opwerpen voor mensen en onduidelijkheid geven, dat je dat in zo'n situatie, dat je daar controle op hebt. Maar wat is nu mis mee gegaan, is dat, wat is misinformatie nu? Misinformatie is alles geworden wat niet de lijn van de WHO is. Dus, en dat is natuurlijk heel ernstig, hè, want dan hebben we het niet meer over misinformatie. En nog een laatste opmerking daarover. Daar komen we daar straks ook nog op. Er is na de Mexicaanse griep, crisis in 2009, is er een onderzoek gedaan naar de rol van de media. Nou, de conclusies, dat is overigens gewoon... van het WODC is dat, dus gewoon vanuit het ministerie van Justitie is dat gepubliceerd. En de conclusies zijn vernietigend. Ze zeggen dat mag nooit meer zo gebeuren. Uh, die, uh,
Er moet uitgegaan worden in de media van de meest aannemelijke scenario en niet van het zwaarste scenario. Ja. En vooral, het moet in perspectief met de griep geplaatst worden. Iets wat we vanaf het begin af aan, we mochten niet zeggen, het leek op griep. Terwijl daar de conclusie was juist, in de toekomst moeten we, om de mensen niet onnodig paniek aan te jagen, moeten we het in perspectief plaatsen. Ja, de belangrijkste problemen zijn dus eigenlijk dat het veel te zwaar is gemaakt, niet in perspectief gemaakt. Het is als een killervirus is het gepresenteerd. Iedereen kon eraan doodgaan, het was verschrikkelijk, je moest eigenlijk... Ja. Er wordt nog steeds gepresenteerd en dat is heel erg kwalijk. Dus al lang komen vast te staan dat het niet 100% besmet kan raken. Dat als je besmet bent, dat het bijna niet dodelijk is. Dus dit moet echt een heel direct een correctie uitkomen. Goed, gaan we naar het volgende stelling. 14, er zijn betere exit uit de coronacrisis dan mondiale vaccinatie. Dat is waar. Ja. Vrijwel alle immunologen zetten grote vraagtekens bij de effectiviteit van vaccins tegen virale luchtweginfecties. Ja. Dat heeft ermee te maken, en Pierre Capel kan dat heel mooi uitleggen, dat die virussen recombineren, waardoor ze elk jaar weer een andere stam, een net gemuteerde stam brengen. Wat je bij vaccins doet, die test je eigenlijk op of ze antilichamen voor dat specifieke virus opwekken. Ja. Maar als je dan weer volgend jaar een ander virus hebt, dan heb je de antilichamen die weliswaar wel wat kruisreactiviteit geven, maar nog steeds een deel van de bevolking geïnfecteerd kan raken. Ja. En juist de mensen die al zwakker zijn, die onderliggend of bovenliggend lijden hebben, die ouder zijn en daardoor een minder goed werkend immuunsysteem. Dus de effectiviteit van de griepprik, van het vaccin tegen influenza, is eigenlijk al aangetoond dat het voor een deel van de bevolking werkt. Namelijk het deel dat het niet nodig heeft. Maar, en het deel dat het wel nodig heeft, daar werkt het niet bij. Dus is het zelfs gevaarlijk soms? Omdat is het mensen, zelfs, ja, en dan heb ik het nog niet eens over de bijwerking, maar gewoon de effectiviteit ervan. Ja. En dat vaccin heeft een stuk langer in de pijplijn gezeten voor veiligheid en effectiviteit aantonen. En zelfs daar zijn al zulke bezwaren mee. Ja. En dan willen we nu een crisis oplossen met een denkbeeldig medicijn dat er nog niet is. Ja, ja, ik vind dat een beleidsdwaling die onbegrijpelijk is. Ja, het is een soort illusie. Een absolute illusie. Een illusie die aan de horizon wordt gezet. Dit we zijn niet overal oplossen. Vanaf op het moment dat we het vaccin hebben. Wel een hele dure illusie, want ten eerste brengen we onze hele samenleving naar de afgrond. Want we moeten met z'n allen wachten tot er een vaccin is. En ten tweede moeten we natuurlijk met z'n allen dat vaccin gaan kopen. En ja, daar zijn weer vele miljarden mee gemoeid. Dus ja. 15. Het virus is nu, 17 juni zitten we, in Nederland praktisch weg. En daarmee vervalt eigenlijk iedere legitimatie voor de coronamaatregelen. Ja, dat klopt. Op dit moment wordt niet aangetoond dat het virus nog in Nederland is. Dus als je kijkt, we testen meer dan ooit. Als je dat vergelijkt met een maand geleden, dat is een 100-fout wat er nu getest wordt. Het is echt 8.000-9.000 testen per dag. Ja. En wat zie je daarin, wat we net ook al aanhaalden, dat daar gewoon iedere dag rond de 130 positieve gevallen zitten. Maar die positieve gevallen, dat zijn geen COVID-19 gevallen. Dat zijn waarschijnlijk gewoon de uitkomsten van false positives. Dus wat je zou moeten doen, als het RIVM wil aantonen dat wij nog steeds het virus in Nederland is, waarmee je, als je 1000 mensen zou hebben, die af kan vragen of het hele land naar de vernieling moeten helpen. Maar zij zouden dus daar nog een extra onderzoek moeten doen om dat vast te stellen. Nu even aanvullende vraag aan jou. Waarom is dat virus weg eigenlijk? Nou, alle coronavirussen volgen een weerpatroon. En dat wordt ook ondersteund in het model van Maurice de Hond. Maar dit is eigenlijk iets wat al jaren bekend is. Als je kijkt naar het weerpatroon, dan zit corona heel netjes tussen december en april. Dus eind april, misschien half mei. En dan heb je het wel gehad. Ja. En dit is een coronavirus. En dat is niet wezenlijk anders dan al die andere coronavirussen. We hebben er 4 in principe in Nederland die al rond waren. Die komen elk seizoen terug. Die geven een verkoudheid of een griepje. Dit virus is niet wezenlijk anders qua hoe het zich gedraagt, qua verspreiding en qua weersomstandigheden. Het is helemaal vergelijkbaar met die andere 4 die er al zijn. Ja, dus ik snap ook niet dat er hier nog een discussie over is. Want dit was bekend van tevoren. Dit is goed gedocumenteerd. En nu wordt er net gedaan of dit virus heel anders zich gedraagt. Dus je zegt in april neemt het af, in mei is het bijna weg en in juni is het helemaal weg. En dat is wat je zegt. En dan heb ik het over, omdat het weer volgt,
boven de 30ste breedtegraad. Dus als je Europa bekijkt, daar heeft het heel duidelijk dat effect. Als je nu kijkt naar Brazilië of India, in regenachtige periodes, dan doen mensen de ramen en deuren dicht en dan heb je kans dat je daar weer aerosolen maakt. Ja. Want het kan alleen virulent worden als er veel aerosolvorming is. Dat is het hele punt. Als die aerosolen niet kunnen vormen, dan kan het misschien nog een enkel geval zijn, maar het kan niet meer door worden gegeven. Ja. En dan dooft het dus uit. En dat is hoe het elk seizoen weer uitdooft. En als de omstandigheden zich weer veranderen, dat zal eind november, begin december zijn, dan zouden we een tweede piekje kunnen krijgen. Waar Zweden het waarschijnlijk niet meer krijgt, omdat ze daardoor de hele bevolking hebben laten gaan. Ja. Dus het is heel jammer dat we... We krijgen nu geen tweede golf. We krijgen op zijn best een tweede golfje tussen december en april. Is wat de meeste virologen zeggen, of de epidemiologen zeggen. Ja. Dat ligt in de lijn der verwachting. We zijn eventjes, omdat overal nu tweede piek wordt gepromoot, of tweede golf... Ja. Hebben we een artikel gekeken van wat gebeurt er nou bij de meeste epidemieën als tweede golf? Er is geen garantie. Het is niet dat het altijd gebeurt. Meestal als die tweede golf komt, is die kleiner. En ik heb er volgens mij één gevonden waarbij die groter is. Ja, dus ik vind het heel opvallend waarom dat overal ter wereld zo hard wordt beweerd. Terwijl alle modellen keihard hebben gefaald. En dan moeten we nog een keer in die modellen gaan lopen. Ik denk dat we eventjes die modellen van tafel moeten doen en als boerenverstand gaan gebruiken. Hoe gaat dat normaal? Ah, oké. Okay. Maar even nog een opmerking over. Als je gewoon kijkt naar wat er gebeurd is in de landen waar alle maatregelen opgeheven zijn. In Denemarken zijn de scholen alweer 6 weken open. Alles is alweer 3 weken geleden open gegaan. Er is niks gebeurd. Nee. En zo zie je dat ook in de andere landen. Ja, dus worden met niks worden we bang gemaakt. Zeker als je de demonstraties bekijkt. Hebben we daar echt nog een discussie over? Ja, je wou zeggen de demonstratie op de Dam met 5.000 of 12.000 mensen. Dus niks gebeurd. Ook in Berlijn en overal. Maar gelukkig is het wel veilig om te vliegen. Ja. Goed, we gaan naar de volgende stelling. De overheid maakt in relatie met farmabedrijven dezelfde beleidsfouten als ten tijde van de Mexicaanse griep. Ja. Had jij het al even over? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk heel verbazend werkend, want we hebben 12 jaar geleden de Mexicaanse griep gehad. En ik heb even helemaal teruggekeken in wat is dat toen allemaal gebeurd. En als je die krantenartikelen kijkt, de hele publiciteit eromheen, is 1 op 1 hetzelfde als wat nu gebeurd is. Je hebt ook een Ab Oosterhaus die paniek zaait. Die zegt, we moeten vaccins kopen, we moeten allemaal op slot. We hebben Marion Koopmans, die nu overigens in het OMT zit. Die schreeuwde het hardste, heel Nederland moet dicht. Het is echt een rampscenario's. Allemaal dezelfde poppetjes als we nu zien. Ja. Er zijn vragen over gesteld. Ook in de Tweede Kamer zijn er gewoon vragen over gesteld. Ook, dat ging namelijk ook over het feit dat in 2009, in april, is namelijk de definitie van pandemie heel ongemerkt gewijzigd. Mm-hmm. Tot 2009 was een pandemie, als de mortaliteit heel hoog is, als er heel veel doden bij vallen. Dat is logisch, want voel je zelf ook aan, van dan heb je een probleem, dan is er een ramp. Ja. Dat hebben ze eruit gehaald. Dat betekent dat na 2009 kan zelfs een verkoudheidsvirus kan een pandemie zijn. Maar het gaat alleen maar om hoe snel verspreidt dat. Ja. Nou, in Nederland is toen precies hetzelfde gebeurd. De WHO heeft toen een pandemie uitgeroepen. Mm-hmm. En toen zijn ook de vliegtuigen is gestopt met vliegen en noem maar op. Paniek gezaaid, kranten. En toen werd ook gezegd, ook door Marion Koopmans en Ab Oosterhaus. En Van Dissel trouwens ook, die was ook een grote speler toen, zeiden allemaal... Dit virus gaat nooit meer weg. Allemaal hele bekende uitspraken die we nu ook zien. We moeten een vaccin hebben, want anders komen we hier niet vanaf. Het is verschrikkelijk. Ja. Die vaccins zijn er gekomen. In een paar maanden hebben ze heel snel een vaccin in elkaar geknutseld. Honderden miljoenen alleen al door Nederland. Als je kijkt over heel Europa, miljarden zijn naar de industrie gevloeid. Ja. Er is een groep gevaccineerd. Dat is een hele grote probleem er ontstaan. Heel veel lichamelijke blijvende gezondheidsschade. Ja. Die zaak is 2 jaar geleden pas is die geschikt. De slachtoffers hebben 5 miljoen uitgekeerd gekregen door de overheid. En het gekke is, gelukkig is het grootste deel van de bevolking niet gevaccineerd. En is de rest van de vaccinatie in de vuilnisbak gemieten. Die zijn in de vuilnisbak gebieden. En uiteindelijk zijn er 60 mensen in Nederland aan de Mexicaanse griep overleden. Dus dan zou je denken, dat zijn dezelfde mensen. Rutte ook, die was ook daarbij betrokken destijds. Die zat ook toen in de Kamer, even kort in de oppositie. Maar iedereen was ermee op de hoogte. Hoe kan het nou dat al diezelfde mensen niet denken van...
hebben we vorige keer ook zo'n valse alarm gehad. Zullen we niet eerst even kijken wat er echt gaat gebeuren? Nee, nee. Gelijk weer alle remmen los, alles plat en naar het vaccin toe. Ja. Nou, kijk, in die paniekfase kan ik me dat voorstellen. Maar we zitten nu niet meer in de paniekfase. En er wordt alles aan gedaan om ons in die paniekfase te houden, om dat vaccin te verkopen, lijkt wel. En ik zie de noodzaak er niet van in. Laten we nou gewoon even pas op de plaats maken. Ik heb ook al opgeroepen voor aan alle Eerste en Tweede Kamerleden. Als jullie ons vertrouwen willen geven, bied je dan aan om dat vaccin op je te laten testen. Want dan weten we dat het veilig is. Ja. En ook alle kinderen van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Want dan krijg ik weer een beetje vertrouwen. Het vertrouwen is weggenomen. Maar goed, laten we wel wezen, de eerste paniekfase. Het was voor mij, in als leek op dit gebied, in februari, toen het hier nog helemaal niet was, maar in China was me al duidelijk dat het qua dodelijkheidsgraad meer de orde van grootte had van een griepvirus. Dat was toen eigenlijk al duidelijk. Daar hoef je niet in maart, april of mei meer te komen. Nee, nou, dat was februari duidelijk. Er is paniek gezaaid omdat ze hebben namelijk de case fatality rate uit China hebben ze gebruikt. Ja. Maar wat is de case fatality rate? Dan ga je dus alleen maar van de mensen die je test, ga je kijken hoeveel daarvan overlijden. En wie werden daar getest? Die mensen die doodziek aangeleverd werden in het ziekenhuis. Toen kwamen ze, ik geloof, op een case fatality rate van iets van 12%. Ja. En op basis daarvan is de paniek gezaaid. Maar kort daarna was al eigenlijk bekend dat dat geen probleem was. En dan kom je natuurlijk nog bij... Dat is allemaal manipulatie van data. Want daar heb je weer minder testen, geeft een hogere doodspercentage. En dan ook nog alleen maar mensen die in het ziekenhuis liggen. Ja, dan krijg je natuurlijk... Kijk, en er zal ook nog uitgezocht moeten worden hoe dat precies gelopen is met dat uitroepen van de pandemie. Want als je kijkt naar de opvolging in de tijdlijn, wat er gebeurd is, je hebt 23 januari, is er dus een bijeenkomst bij de WHO. De WHO wil op dat moment de pandemie uitroepen. Europese landen zeggen, willen we niet. Nou, waarom zeg je dat? Als jij denkt dat het geen gevaarlijk virus is. Maar heel vreemd, 3 dagen later wordt het wel op lijst A van de wet publieke gezondheid gezet. En dan wordt het op 1 lijn gesteld met ziektes als ebola en andere narigheid. Dus, en dan 4 dagen later wordt alsnog de pandemie uitgeroepen. Dus ik denk dat er nog wel onderzoek gebeuren moet naar wat is daar precies, wat zijn de afwegingen geweest en waarom is dat ineens op lijst A gezet. Goeie vraag. Volgende stelling. De wet publieke gezondheid in combinatie met de lokale verordeningen bieden onvoldoende juridische basis om de maatregelen voor te zetten. Ja, dat klopt. Omdat eigenlijk is dat natuurlijk al een fout vanaf het begin. Want je kan namelijk met die noodverordeningen kan je geen grondrechten inperken. Dat is wel op grote schaal gebeurd. En nou is het wel zo dat als er echt een panieksituatie, een noodtoestand is, dan wordt dat ook wel gedoogd. Ook door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dan kunnen namelijk een aantal grondrechten met elkaar botsen. Ja. Namelijk de verplichting van de overheid voor de volksgezondheid en dan de individuele grondrechten. En dan zegt het Europese Hof zegt ook, nou, in dat geval kan het getolereerd worden dat voor korte tijd, als er die paniek er is, dat zo is. Maar wij zitten nu al maandenlang met noodverordeningen die onze grondrechten op een ongekende wijze inperken. En er zijn tienduizenden boetes. Ik weet niet hoeveel dat er precies zijn. Het laatste, maar ik geloof inmiddels 15.000 of zo in ieder geval. En dat zijn flinke boetes uitgedeeld voor de meest mesjogge overtredingen. Ja. En dus die basis ontbreekt. Dus dat kan helemaal niet en dat mag ook helemaal niet. En daarbij ook het feit dat dus handhavers boetes gingen uitdelen, terwijl die ook dat juridisch kan dat niet, want die waren helemaal niet aangewezen om voor deze wet om te handhaven. Dus, maar jij zegt die boetes zouden eigenlijk, als ze bij de rechter worden getoetst, zouden ze niet verklaard moeten worden? Absoluut. Dat elke weldenkende rechter die veegt het van tafel. Daarom is het ook een schoffering, ik zeg het maar even zo, van minister Grapperhaus. Want in de Kamer is gevraagd, bent u bereid om die vervolging te stoppen? Dan zegt hij gewoon doodleuk, nee, ben ik niet toe bereid. Die geeft geen uitleg, geen verklaring waarom hij vindt dat het nodig is. Dat is het antwoord, Maar dat ging onder andere ook, er is een motie aangenomen dat die strafaantekening zou moeten verdwijnen. Ja. Zelfs de meerderheid van de Kamer wilde dat, met uitzondering van de VVD en het CDA. En dat is niet overgenomen. Ja. Nee, maar terugkomende op dus, kijk, zo'n noodverordening, die inperking van die grondrechten mag ook altijd maar zo kort mogelijk duren. Het hele beleid moet erop gericht zijn, dat is ook waar de dagvaarding op gebaseerd is.
moeten op gericht zijn zo snel mogelijk eruit te komen. Maar wat zien we? We zien het tegendeel gebeuren, want onze beleidsmakers die willen het in een wet gaan vastleggen en deze noodtoestand tot een permanente situatie gaan maken. Dus ja, als je mij vraagt, een minister die durft zo'n wet aan de Tweede Kamer voor te leggen, die disqualificeert zichzelf al per direct en die kan maar één ding doen en zijn spullen pakken. Maar wat ik het opvallende vind, is als je die wet bekijkt, en in Nederland beschouwen we onszelf misschien als seculier land, maar we hebben er ook nog heel veel kerken en heel veel mensen die in God geloven, dat een CDA-minister deze wet naar voren brengt. Ja, ik snap niet waarom de kerken zich niet hier keihard over uitspreken, want dit is zo onchristelijk, dat is ongelooflijk. Je bedoelt, er is geen mededogen, er is geen empathie. Dit is in strijd met alles waar de kerk voor staat. Nou, dit is een strijd met alles waar de mens voor staat. Men gelooft heel sterk in sterke repressie eigenlijk. Ja. Volgende stelling. Stopt de 1,5 meter samenleving? Onmiddellijk. Dus ja, die is waar. Het brengt onnoemelijk veel schade aan. Ja. Er is geen economie mogelijk met 1,5 meter. Dan gaan we naar het communisme. Dan wordt alles van de staat afhankelijk. Nee. Maar dat is eigenlijk nog maar een bijzaak. En dat klinkt heel gek, maar wat het ergste is, wij zijn sociale wezens. Het is al lang aangetoond dat als we langdurig afstand van elkaar houden, dat we daar zware psychische problemen van krijgen. Ja. De eerste 10 zoekresultaten bij social distancing gaan hierover. Ja. Dus dit is echt, ik herhaal het nog maar eens, dit is vergelijkbaar met waterboarding. Ja, ja. Dit is echt een heel erg slecht idee. Ja. Als ik daar nog op wil aanvullen. Kijk, het feit dat wij überhaupt over zoiets hier discussiëren is natuurlijk al te zot voor woorden. Want als jij dus bedenkt van, we gaan vanaf nu, gaan we tot al onze medemens, gaan we 1,5 meter afstand houden. En als je dichterbij komt, krijg je een boete. Neem eens even afstand van waar de situatie waar we in zitten. En had dit 3 of 4 maanden geleden iemand tegen je gezegd. Iemand die zou dit gezegd hebben. Ja. Ik vind het bijna pervers. Iemand die zoiets überhaupt bedenkt. Stop de mondkapjes in het OV. Dat lijkt me ook zeer nuttig om dat te stoppen, want er moet eerst aangetoond worden dat er überhaupt nog een virus is. Ja. Dus wat we. Maar gesteld er zou een virus zijn, hè? Gesteld we komen terug in de winter. Ja, maar en dat virus komt dan een golfje. Alles toont aan dat het belangrijkste is dat je moet ventileren. Hè, door ventileren zorg je dat er geen ophoping van aerosolen zijn. Dus je kan wel een mondkapje gaan dragen, maar dan pak je de oorzaak niet aan. Ja, dus als je een aircon zou maken in de trein of de bus, dan zou dat beter werken dan een mondkapje. Absoluut. Ventileren is oneindig veel keer beter dan een mondkapje. Want nu verleg je de verantwoordelijkheid ook. En dat is de kern van het probleem hier. Er wordt alsmaar gezegd, jij mag het niet beslissen, maar je hebt wel de verantwoordelijkheid voor de ander. En dat kan niet. Zeg maar, we moeten die mondkapjes dragen om de ander niet te besmetten. Nee, het openbaar vervoer moet ervoor zorgen dat wij de ander niet kunnen besmetten. He, er wordt alsmaar die framing wordt onderuit gehaald en veranderd. Het openbaar vervoer heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat als ik ziek ben, ik wel met openbaar vervoer kan. En dan kunnen ze door ventileren of ioniseren desnoods. Ioniseren is ook een methode die al is aangetoond dat die werkt. Ja, ja, ja. 20. Nog een ding erover. Yeah. In China is dit geen discussie. Elk kantoor is uitgerust met een humidifier. Die gewoon zorgt dat de luchtvochtigheid omhoog gaat, waardoor je de aerosolen niet kan opbouwen. Ja, zouden wij ook in moeten bedoelen. Die kijken waarschijnlijk naar ons en die krabben op hun hoofd en die denken van waar gaat de discussie daarover? Ja, en dat gaat, ik bedoel, we praten nu over COVID-19, maar in feite zou dat moeten gaan over alle toekomstige virussen. Influenza, noem maar op. Ja. Dat zijn allemaal luchtweginfecties, dus ze zijn via aerosol besmettelijk. Ja. Nou, de coronamaatregelen moeten per direct worden opgeheven. Dat is jullie centrale stelling. Geen twijfel over mogelijk. Het is iedere dag dat dit langer duurt, glijden we verder af. Want mensen maken de vergissing, die denken, nou, de maatregelen die zijn al een beetje los en we hebben er niet meer zo'n last van. Maar als je kijkt naar wat er in die verordening staat aan maatregelen en waaraan bedrijven en horecazaken en de cultuur, noem maar op, daar kan je niet mee werken. Niemand kan hier een onderneming drijven
je ook nog 1 cent verdient. Alles, het lijkt er wel, als je een model zou moeten maken om alle bedrijven failliet te maken, dan moet je dat op deze manier moet je dat vastleggen. Ja. Wat ik opvallend vind, is dat ik net in een café zat en ik wilde mijn kopje koffie betalen. En dan kwam het geld in, en alsof het giftig was. Hè? Ja. Ik kan het niet aannemen. Ik zei, nou, meneer, snapt u wel dat het niet aannemen van geld een weigering is die zelfs strafbaar is? Want het is een wettelijk betaalmiddel. En met heel veel moeite heb ik het op de bar kunnen leggen en heb het aangenomen. Maar dus er is nu een enorme pressie om cash geld eruit te krijgen. Digitaal te betalen. Terwijl er is aangetoond dat het niet op die manier besmettelijk is. Ja. Dus dit gaat helemaal niet meer over die besmettelijkheid. Ja. En nu zie je dat de andere wensenlijstjes doorkomen. En dit is, ik wil iedereen oproepen, eis dat je met cash geld kan betalen. Want dit is je grondrecht. Dus ja. Op het moment dat een instelling dat weigert, dan moet je denk ik ook direct erop attenderen dat als je dit niet aanneemt, dat er dus geen betaling plaatsvindt. Ja. Kijk, even, het is niet strafbaar, maar het is wel het enige wettige betaalmiddel wat er is. Hè? Want bankair geld bestaat niet. En als jij dus het aanbiedt om het met een wettig betaalmiddel te betalen en wordt geweigerd, dan heb je in principe, is jou niets verwijtbaar als je dan zegt, nou meneer, dan betaal ik niet. Ja, dat is de consequentie eigenlijk. Ja. Goed, laatste stelling, toch wel een grote stelling. De nieuwe coronawet moet worden afgewezen. Ja, die nieuwe coronawet, die moet er niet eens voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Nee, wat is het kenmerk van die nieuwe coronawet wat zo bedreigend is, Jeroen? De kenmerk is, kijk, dat de minister van Volksgezondheid, die trekt eigenlijk totalitaire bevoegdheden naar zich toe. Ja. Dat betekent op basis van deze wet, ten eerste wordt vastgelegd dus dat je allemaal 1,5 meter afstand moet houden. Maar hij kan alle inrichtingen kan hij naar believen sluiten. Als hij zegt morgen, nou weet je wat, ik ga alle cafés dichtgooien. Ja. Gaan alle cafés morgen dicht. Hij kan de scholen dichtgooien. Maar wat nog veel erger is, je bent ook thuis niet meer veilig. Wat veel mensen zich niet beseffen, dat die wet geeft de mogelijkheid voor politie of handhavers om jouw woonkamer binnen te komen en alle bezoekers het huis uit te gooien en ze met allemaal ook nog een boete te geven. Van 400 euro met een strafblad. Wacht. De boete is verhoogd van 390 naar 435, want die boete was niet hoog genoeg, die 390. Dus je komt in een ongelooflijk pervers systeem terecht, waar je eigenlijk als burger nooit meer onbekommerd in de buitenwereld of zelfs thuis kan zijn. Je moet constant oppassen, hou ik mij aan al die regeltjes die overheid mij oplegt. Dan, hiermee wordt de rechtsstaat afgeschaft. En ik heb dat ook in een artikel geschreven. Een minister of een regering die met zo'n wet komt, moet vandaag aftreden. Ja. Een van de aspecten is, niet alleen de burger krijgt een groot probleem, eigenlijk staat het parlement praktisch buiten spel. Er is geen discussie. Die minister die maakt een soort decreet. Dat wordt intern wordt dat afgekaart achter gesloten deuren. Dat is het decreet. En de Kamer heeft het nakijken, toch? Dat gebeurt natuurlijk nu al maandenlang. Ja. Het is, ik zal even de context schilderen. Misschien is dat wel interessant te weten. Want iedereen vraagt zich altijd af, hoe kan het nou dat 193 landen tegelijk hetzelfde doen. Hè? Ja. Ook met dus dat. Of althans vergelijkbare repressiemaatregelen. Nou, maar op een verschillende manier. Daar is een hele logische verklaring voor. Ja. Want in 2005 hebben namelijk al die landen de International Health Regulations, dat is een verdrag ondertekend. Dat is in 2007 is dat in werking getreden. En dat verdrag schrijft voor dat alle protocollen en voorschriften van de WHO moeten in wetgeving omgezet worden. En dat betekent dus bij ons is dat gebeurd in de wet publieke gezondheid. Dat betekent dus op het moment dat daar een code wordt, pandemie geroepen wordt, dat dan ineens een hele serie van protocollen in werking treden, waarbij alle macht bij de minister komt te liggen. Buiten de Kamer om. En dat hebben we dus ook gezien nu met al die noodverordeningen. Daar heeft de Kamer geen inspraak in gehad. Wat niet wil zeggen dat de Kamer geen mogelijkheden heeft gehad om daar iets tegen te doen. Maar wat ik gezien heb tot nu toe is dat de Kamer die had het druk met spreken over mondkapjes wel of niet. Of ik weet niet wat. Maar niemand die heeft gedacht van kunnen wij onze burgers eigenlijk wel aandoen. Ja. Want de Tweede Kamer is onze volksvertegenwoordiger. En die heeft eigenlijk gefaald in een volksstadium debat te hebben. Die horen onze belangen te behartigen. En die hadden gelijk moeten zeggen, waar bent u mee bezig? We zijn het hele land zijn we aan het slopen. Ik heb ze niet gehoord. En dat vind ik heel teleurstellend en ook beangstigend. Dat is zeker waar en dat is ook zeer bedreigend. En ik moet zeggen, ik heb die stelling eigenlijk in een heel vroeg stadium al gemaakt.
En een aantal mensen uit het circuit gaf dat wel toe. Dat de Kamer toen het erop aankwam volledig afwezig was. En waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het soort idee. Maar ik begrijp dat dat voortkomt uit die wet publieke gezondheid. De minister, dan wel de minister-president, komt met een soort decreet. En de Kamer staat erbij en kijkt ernaar. Maar het is aan de Kamer om te vragen van, klopt dat wel? Is dat zo? He, want u zegt wel dat er een noodsituatie is. Waar blijkt dat uit? Waar zijn de cijfers? Dat hoort een Kamer te doen. Ja. Controleren. Ja. En dat is niet gebeurd. Wil jij nog wat aanvullen? Dat is meer het juridische gedeelte natuurlijk voor Jeroen. Maar wat ik eraan wil toevoegen, is dat ik heel veel mensen heb gesproken. Ik heb nu iets van tussen de 1000 en 2000 berichten per dag. En daar ben ik heel blij mee. Maar wat daar vooral naar voren komt, is dat mensen het niet kunnen onderbouwen, maar heel goed aanvoelen dat het niet klopt. Ja. En ik wil mensen oproepen om blijf naar je gevoel luisteren. Ja. Want als je twijfelt, dat zit in je hoofd. Ja. Maar als je het weet, zit het in je hart. Dat is wel heel erg duidelijk. Dat het percentage van mensen wordt wel toch wel geschat op 30% die dit eigenlijk niet helemaal vertrouwt. 30% is dan voor en 40% volgt de heersende lijn. Ja. Dat is wat bij meerdere mensen eigenlijk het ding. En dat zie je natuurlijk in de dominante media eigenlijk niet terug. Nee, maar ik denk dat de bevolking echt het kantelpunt was het indienen van deze conceptwet. Dat nu iedereen is wakker geworden en eventjes de persoonlijke verschillen opzij legt. En zegt van ja, nu dit is het moment. Ja. Nu moeten we opstaan, want nu gaat het echt over ieders vrijheid. En dat klinkt heel zwaar, maar dat is echt wat er in het geding is. Ja. Waar ik vooral van geschrokken ben, is al die tijdelijke noodwetten die door de Kamer geloot zijn. Die zijn allemaal met 150 stemmen aangenomen, waarmee ook onze rechtspraak enorm is uitgehold. Hè. Dat betekent dus, die wet gaf bijvoorbeeld de mogelijkheid om geen fysieke zittingen te houden. Dat betekent 150 dat voor, 0 tegen? Ja, precies. Allemaal hebben ze meegestemd. Maar daarmee, van de een op de andere dag, en daar ben ik nog meer van geschrokken, dat ook de rechtspraak, de advocatuur, iedereen is daarin meegegaan. En zelfs als ik de Raad van State, die hebben dan een advies gegeven over die nieuwe wet. Ja. En dan zeggen ze, nou, we moeten onze regering wel feliciteren hoe ze dat allemaal hebben aangepakt. Akkoord. Maar er staat in het NRC, zelfs Voermans, die ik zelf geïnterviewd heb en die toch een beetje toch deel is van het establishment, had toch wel hele scherpe kritiek op dit op dit wet. En het was zo dat zijn tegenhanger Gerard Spong eigenlijk zei, ja, nou, dan heb ik liever dan de constructie die er nu is. Want het wordt alleen maar slechter. Met andere woorden, er is ook binnen het establishment toch wel heel erg duidelijk uiteindelijk wel het besef dat dit niet de goede kant op gaat. Nu wel, maar het blijft toch vaak. Hè, ik zag zelfs van het Mensenrechtencomité, zag ik op een gegeven moment advies over die wet. Terwijl zij gewoon zouden moeten zeggen, dit is een no-go. Zeiden ze, ja, nou, er moet toch nog wel een beetje geschaafd worden aan die wet. Weet je, dat was een beetje de teneur. En iedereen ging gewoon uit van die narrative van er is een probleem. Terwijl je moet altijd één stap daarvoor van is er een probleem? Ja. En dan wat ga je van daaruit verder. En precies. Oké. Okay. Ja. Tot slot, we gaan nog even zondag 21 juni van is er een demonstratie? Misschien nog even kort daarover. Ja, het is eigenlijk een viering van de vrijheid. Ja. En we hebben net bericht gekregen dat de NS helemaal van de kook is. En die denkt van, wij hebben ook vrij, dus we laten geen treinen meer rijden. Dat snap ik. Dus ik wil ook alle NS-medewerkers oproepen om dan met de bussen die we gaan inzetten allemaal naar het Malieveld te komen. Want het is heel vreemd dat zo is gebeurd. Maar er zijn op zondag plotseling geen treinen meer? Ja, op zondag zijn er plotseling geen treinen meer. En ja, we gaan niet in de plotten denken, maar het geeft wel te denken. Dus als je het niet vertrouwt, bel de NS op en vraag om opheldering. Nee. En ik denk ook dat het de burgerplicht is van de NS om dan zelf al die bussen natuurlijk in te zetten. Ik neem aan dat ze daarvoor hebben gezorgd dat vanuit Amsterdam, vanuit Utrecht, vanuit Rotterdam, iedereen naar het Malieveld kan komen. Zondag 21 juni van 1 tot 5 demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Ja. Ja. Dan de donderdag 25 juni. Ja, dan vindt dus de behandeling van het kort geding plaats in het Paleis van Justitie in Den Haag, aan de Prins Klauslaan 60. Maar er mogen maar 3 journalisten in de zaal aanwezig zijn en er mag geen publiek bij. Dus we gaan in ieder geval wel zorgen dat het gestreamd wordt. Eigenlijk heb ik daar grote bezwaren mee. Dat op deze manier. Want
openbaarheid van de rechtspraak is de kern van onze democratische rechtsstaat. Dus als je dat soort dingen gewoon, omdat er een probleem zou zijn, gaan we dat allemaal niet meer doen. Dat is heel kwalijk. Maar goed, wij willen dat het behandeld wordt. Dus we gaan daar op dit moment. En je gaat een streaming organiseren. Ja. En we gaan dat nog iedereen horen waar dat is. Het gewoon kan volgen. Want we hebben inmiddels honderdduizenden mensen die ons steunen. En die willen, die behandeling natuurlijk ook zien wat daar gebeurt. Ja, dat is donderdag 25 juni van 11 tot 1. Het kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Ja. Heren, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, dank je wel. En voor het publiek, tot de volgende keer.